laatste mondseries in België. Onze jonge mannen krijgen daarom enkele vragen van de juryleden. 15 keuze vragen om precies te zijn, waar ze hopelijk allemaal het goede antwoord op kunnen geven. Aan wie wil ik vragen om de antwoorden niet voor te zeggen? We verwachten tijdens deze ronde volledige stilte in de zaal. Zo helpt u uw favoriete kandidaat het meest. Dat brengt mij meteen bij het eerste jurylid die een vraag zal stellen. En dat is Els Dottermans. Els, goedenavond. Goedenavond. Els, ja. Vuur je vraag af. Vuur mijn vraag nu af. In de Rainbow Europe Index blijft België op de tweede plaats staan als het gaat over polygamie en transgendervriendelijke wetgeving. Maar welk land staat er op nummer 1? A. Nederland. B. Malta. C. Luxemburg. Heer, ik wil nu jullie antwoorden zien. En het juiste antwoord werd gegeven door alle finalisten buiten nummer 5. Dank u wel. En dan schuiven we Bart op en dan gaan we naar Ivan Pechnik. Ivan, goeie avond. Goedenavond. Enkele weken geleden vond in Zuid-Afrika de Mr. Gay World verkiezing plaats. Maar uit welk land komt de recent verkozen Mr. Gay World 2019? Is dat A. Spanje? Is dat B. Nieuw-Zeeland? Of is dat C. Filipijnen? Heren, ik wil nu jullie antwoorden zien. Het juiste antwoord werd gegeven door alle finalisten buiten kandidaat nummer 5. En dan gaan we over naar Annelien Korwits. Annelien, goedenavond. Ook jij hebt een vraag voor de 11 finalisten. Ja, klopt. De regenboogvlag is sinds heel wat jaren natuurlijk het symbool van de homobeweging. Maar uit hoeveel kleuren bestond de allereerste vlag die in 1978 tijdens de Gay Freedom Day Parade in San Francisco werd gebruikt? Dus uit hoeveel kleuren? A. 6, B. 7, C. 8. Ik wil nu jullie antwoorden zien. En het juiste antwoord werd gegeven door kandidaat 2, 4. 5, 6, 8, 10 en 11. Dank u wel, heren. Gilles heeft een vraag. Ja, dat is eigenlijk schandalig dat dat in heel veel landen nog altijd niet het geval is. Maar in België kunnen koppels van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Maar sinds wanneer werd dit officieel ingevoerd? Is dat A. 2001, B. 2003 of C. 2006? Ik wil jullie antwoord zien. En het juiste antwoord werd gegeven door kandidaat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 11. Voor de laatste vraag gaan we naar Josje Huisman. Josje, goedenavond. Hi. Welke internationale acteur riep als eerst op om geen gebruik meer te maken van hotels in de Bruneise handen naar aanleiding van de sharia die de sultan wou invoeren? Dat is A. Leonardo DiCaprio. B. Will Smith. Of C. George Clooney. Heer, ik wil nu jullie antwoorden zien. En afsluiting doen we in schoonheid. Allemaal het juiste.